Je bent in beeld. Oké, dit zijn eigenlijk drie spoelen waarmee we de positie bepalen. Door eigenlijk deze twee spoelen over de een te bewegen, zien we eigenlijk een verschil in spanning. En die heeft te maken met van oké, als je boven de 1,5 volt volgens mij is, dan zit die boven. Je kan ook de richting kan je eruit afleiden. Ja, precies. Dus zeg maar, een gele lijn erboven is bijvoorbeeld naar rechts, als ik het net zag. En naar links, dan gaat die lijn naar als een ronde doorschieten. Ja, dan gaat die. Dit is al helemaal links. Oh. Dit is eigenlijk. Nu zit hij op zijn max. Dus hij echt hier, zoals je ziet. En hij loopt vrij lang door. Ja, het is een 0 en een maximale waarde. Ja, en 1,5 voor mij gaat hij tot 3 volt. Hier zie je. 3 volt is het max. En op 1,5 zit hij eigenlijk op zijn nulpunt. Dan zit hij echt precies in het midden. Ja. En daaronder is eigenlijk De andere kant. Naar rechts. En daarboven, de 1,5 volt, is naar links. En wat is de groene lijn? De groene? Ja. Deze kleur hier? Ja. Die zit gewoon nu niet aangesloten hoor, op dit moment. Oh, die lees je niet uit. Ja, die kan ik ook op. Een LDDV dus, zelf gemaakt van plastic en koperdraad. Ja, precies. En hij is wel vrij dik nou, maar dat is gewoon ons tweede prototype.